it could serve as an antenna. Op een winterse dag in 1898 kwam er een grote doorbraak. Toen werd hier een van de eerste radioberichten ter wereld doorgeseind. Een draadloze telegraaf zorgde voor communicatie tussen de toren en het Pantheon, nog zo'n Parijs monument. Op de derde verdieping van de toren hangt een gedenkplaat die daarnaar verwijst. En in het Radiomuseum van Parijs krijgen we het hele verhaal te horen. There was a man called Eugène Ducretet who decided to install his equipment at top of the Eiffel Tower and try to transmit a message to the Pantheon. Dit is het toestel dat bij het doorseinen werd gebruikt. They were a bit frightened at first because that day over Paris it was foggy and they thought that with the fog the sound waves were going to have a problem reaching the Pantheon. Ducretet tikte zijn naam in morsecode in op zijn zender in de toren. Het bericht werd in het Pantheon duidelijk ontvangen. So they made another discovery that day, that in fact fog was no problem for the travel, for the sound waves to travel. Mist kan het uitzicht van de bezoekers verknoeien, maar mist heeft de Eiffeltoren ook behoed voor de sloop. Oorspronkelijk zou de toren ontmanteld worden in 1909, precies 20 jaar nadat hij gebouwd was. Maar na dat baanbrekende radio-experiment besloot de Franse regering om hem te laten staan. Maar goed ook, de Eerste Wereldoorlog stond voor de deur. The Eiffel Tower played an extremely important role during World War I. There were people on top of the Eiffel Tower, there were also people underneath, where the office was, the headquarters. And they were picking up all the messages from the enemy. They could hear what the German army was saying and what the headquarters were saying and what they were planning for the war. The army in the trenches during World War I received the messages sent by the Eiffel Tower with the equipment you have here. Dankzij de Eiffeltoren waren de Franse troepen de Duitsers altijd een stap voor. Ze wisten zelfs wanneer ze zich zouden overgeven. The Eiffel Tower, I believe, is one of the most important things that managed to win World War I and help defeat the German army. 20 jaar later stond de Eiffeltoren centraal in een andere wereldoorlog. De nazi's waren Frankrijk binnengevallen. Ze hadden Parijs veroverd en de Eiffeltoren in beslag genomen. De toren was zo'n belangrijk symbool geworden dat Hitler zich hem wou toe-eigenen. Maar het bezoek van de nazi-leider verliep niet helemaal zoals gepland. When he came to visit Paris, he went to see the Eiffel Tower and just pulled his nose and didn't like it at all. And with a brush of his hand, he said, "Is that all? Question mark. She's ugly." And just turned his back on her. He wasn't interested. Maar er is nog een andere verklaring voor Hitlers reactie. Zoals miljoenen andere bezoekers wou hij graag naar de top. Maar dat kon niet. De Franse technici hadden de liften namelijk gesaboteerd. Op de dag dat de Duitsers Parijs binnentrokken, werkten ze ineens niet meer. One thing that people don't know is that Hitler arrived early one morning and when he was presented with the fact that he'd have to walk up, he decided not to and had a famous photograph taken walking away from the Eiffel Tower on the Trocadero, on the hill of the Chaillot, with his leather-coated generals on either side. Hitler wou wraak nemen. In 1942 zou hij ermee gedreigd hebben om de Eiffeltoren om te smelten tot schroot. Gelukkig nam niemand dat serieus. Hij vergat het hele idee en de Eiffeltoren kwam heel huids uit de oorlog. We vonden een Amerikaanse soldaat die verliefd werd op het naoorlogse Parijs en er is blijven wonen. I remember getting to Paris and then driving down the Seine River and seeing the Eiffel Tower and I said, well, this is it. We liberated the town, so it was our town. It belonged to us at that time. I suppose the tower belonged to us too. That was part of the package. I think my relation with the Eiffel Tower is probably more personal than most people because I had this experience of getting up into the antenna. Martin Holzatfel was verbindingsofficier. Hij moest foto's van de antenne maken voor de militaire inlichting in dienst. Zijn foto's waren een bron van vitale informatie voor het Amerikaanse leger, dat de antenne wou aanpassen aan zijn eigen behoeften.
they had to put new wavelengths, and they had to see what they were doing, so they could see it through the pictures. That gave them a bird's eye view of what they wanted. In 1946 werd de toren weer vrijgegeven aan de toeristen, maar de soldaten hadden hun sporen nagelaten. The Americans wanted to leave a souvenir of their passing, and so when they went up the Eiffel Tower, on the railings they would carve their names. So it's much better to have Hank from Idaho than having Fritz in Berlin. Everywhere Americans went, they left their graffiti, as you say. We were here. Here's the proof. Als imitatie inderdaad de hoogste vorm van vleierij is, heeft Gustave Eiffel veel bijval gehad. In de hele wereld verrezen kopieën van de Eiffeltoren. Er staat er één in Tsjechië, in Japan en zelfs in China. Er zijn kopieën beschikbaar van Eiffels originele plannen, inclusief alle cijfers en gegevens om de toren na te maken. Op het eerste gezicht lijken het getrouwe kopieën, maar schijn kan wel eens bedriegen. De eerste halte op onze tournee van namaaktorens is Blackpool, de populairste badplaats van Engeland. De toren in Blackpool werd gebouwd in 1894, 5 jaar na het origineel. There was a huge buzz in Blackpool. They wanted an Eiffel Tower. They'd seen the Eiffel Tower built for the great exhibition and they wanted one themselves. De toren in Blackpool is half zo groot als de echte. De bouw duurde 2 jaar en hij kostte €48.000. Dat zou nu bijna €3 miljoen zijn. De Eiffeltoren kostte ruim 20 keer meer. En er zijn nog meer verschillen. De poten van de Eiffeltoren staan stevig op de grond. Die van Blackpool lijkt helemaal geen poten te hebben. Hij is bovenop een reusachtig amusementscomplex gebouwd. Het personeel vindt dat de originele Eiffeltoren het niet haalt bij die van hen. Nothing's going to compare to Blackpool Tower. Who wants to just walk up a tower? Here you can walk up the tower, you can see the fantastic views, but you can also be really entertained at the bottom with a fantastic circus and a beautiful ballroom. Het formaat is duidelijk niet het belangrijkste in de wereld van de Eiffeltorens. So what's one funny press release about the Eiffel Tower that we saw quite recently? That it had taken 15 men to change 20,000 light bulbs on the Eiffel Tower. The Blackpool Tower is half the size of the Eiffel Tower and only has 10,000 bulbs rather than 20,000. But we can do it with one man, Dave Hume, who is Superman, compared to 15 Frenchmen. We wilden die Superman wel eens aan het werk zien. We troffen hem aan op de toren bijna 120 meter boven de grond. Een van de vele taken van David Humes is de Walk of Fate schoonmaken. Die heet zo omdat maar 5 centimeter glasje scheidt van de straat heel diep onder je. I clean the glass underneath, just like a normal window cleaner, really, apart from the fact that I'm at the moment at this height, 380 feet in the air, and I'm upside down. I usually get a good crowd watching sort of round the edges, you know, I don't think they can always believe it quite when they see what's going on underneath. De volgende halte op onze replica-tournee is Las Vegas, de amusementshoofdstad van de wereld. Bonjour, madame, messieurs, and bienvenue, welcome. Paris, Las Vegas and the Eiffel Tower experience. My favorite fact is that it was built in... Sinds de Eiffeltoren hier openging in 1999, heeft hij een enorm succes. Het middelpunt van een Parijs sfeertje in Las Vegas. Franse elegance, kilometers lang. It's absolutely spectacular. Great. Real nice. Quite awesome. Deze toren lokt tot 2000 bezoekers per dag en die vinden het blijkbaar enig. I think what they like is that it's a true representation of the Eiffel Tower in Paris, France. It's not a gimmick. It's a true structure. It was built using Gustave Eiffel's specifications and plans. So rather than having something that's quite fake in appearance, it feels very genuine. Authenticiteit is kostbaar. Dit is een kopie op halve grootte, zoals in Blackpool, maar hij kostte wel €21 miljoen. De bouwvakkers moesten een paar details van Eiffels oorspronkelijke ontwerp aanpassen, zodat de toren overeind kon blijven in het harde klimaat van Nevada. We chose to weld this structure because it makes a much stronger structure.
It's very hot in the daytime and there's a drastic change to the cool at night. We can go from 118 down to 60 or 70 at night. And the welding is a much stronger structure than riveting. Die klinknagels zien er echt uit. Er zijn er zo 300.000, maar ze zijn allemaal nep. Toch oogt de toren juist door die details zo overtuigend. En onder de poten van de toren in Las Vegas bevindt zich het casino. I'd like to wish you bon chance, good luck on those tables and machines. Iedere dag bezoeken zo'n 30.000 mensen een Eiffeltoren ergens in de wereld. Al beseffen sommigen dat niet eens. Het vrijheidsbeeld in New York lijkt merkwaardig veel op de Eiffeltoren. Niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. If you were to look up at the Eiffel Tower, as I've done many times, it looks like a giant erector set. It's an amazing, phenomenal engineering feat. If you were able to get into the Statue of Liberty, you would find that it is the same type of erector set construction. Het symbool van de Amerikaanse vrijheid lokt zo'n 14.000 bezoekers per dag. Weinig mensen weten dat het vrijheidsbeeld overeind wordt gehouden door een metalen geraamte dat alle kenmerken heeft van de Eiffeltoren. Dat komt omdat Gustave Eiffel ze alle twee ontworpen heeft. In 1881 kreeg hij bezoek van de Frans-Amerikaanse Stichting. Die hadden een geschenk voor het Amerikaanse volk. Een heel bijzonder beeld, ontworpen door Frederik Auguste Bartholdi. Ze wisten alleen niet hoe dat beeld overeind moest blijven. Without Gustave Eiffel, the statue never would have become a reality. Eiffel was the brains and the engineering genius that made it possible. De afmetingen van het beeld zijn indrukwekkend. Het is 46 meter hoog, het hoofd is 5 meter lang en de uitgestrekte rechterarm meet 12 meter. Het moest bestand zijn tegen zijn eigen gewicht en tegen de wind van de haven van New York. Technisch onhaalbaar volgens velen. Maar Gustave Eiffel liet zich niet afschrikken. Hij bedacht een geniale oplossing, een hol beeld. Hij construeerde een geraamte dat op verticale steunbalken rustte. Het moest kunnen uitzetten en krimpen en het was buigzaam, zodat het bij hevige wind kon meebuigen zonder te breken. Amper 3 jaar later werd hetzelfde ingenieuze ontwerp gebruikt voor de Eiffeltoren. Bovendien werd het beeld in Parijs in elkaar gezet, in de buurt van de plek waar de Eiffeltoren nu staat. I don't think that visitors know that the Statue of Liberty and Eiffel Tower are connected. Eiffel was aware that people were not recognizing his framework structure, and he did take certain steps to remind people that he was just as important as Bartholdi. Je zou kunnen zeggen dat Lady Liberty het kleine zusje is van de Eiffeltoren. Een mini-vrijheidsbeeld in Parijs herinnert ons daaraan. In de wondere wereld van namaaktorens is de ene al overtuigender dan de andere. Iedere 20 jaar verkoopt de Eiffeltoren zijn eigen gewicht aan souvenirs. Dat komt neer op 350 ton per jaar. Maar de meest gekoesterde souvenirs zijn foto's. Als iedere bezoeker 5 foto's maakte, zou dat neerkomen op 500.000 kiekjes van de Eiffeltoren per week. Winnie Denker heeft er zelf behoorlijk wat gemaakt. Ze fotografeert de toren al 12 jaar en ze weet er alles van. It's not easy to make pictures of the Eiffel Tower because it's just straight standing there. Winnie gaf ons 3 grote tips bij het fotograferen van de Eiffeltoren. 1. Zorg voor enige afstand. Hoe verder je van de Eiffeltoren staat, hoe beter hij eruit ziet. You have to find angles in places in the city where it's amazing. It's popping up. 2. Een foto van het uitzicht is een must. Op naar de top dus. Always remember to take a part of the tower so people can see where you take it from. En 3.
De Eiffeltoren staat er 's avonds betoverend bij, maar opgelet. You shouldn't put the flash on, but get a good high-speed film. Then you get the tower in the night in the person you want to photograph. Geen enkele foto kan de echte Eiffeltoren evenaren. Het monument is zoveel meer dan het lijkt. Hoe dan ook, nu je alle geheimen van de Eiffeltoren kent, zal hij er nooit meer hetzelfde uitzien.